Hey, ik ben Koen van slim-inkomen.nl. Leuk dat je in deze video kijkt. In deze video laat ik zien hoe je een banner kunt plaatsen met Ethereal en affiliate link. Hier komt zometeen een banner van de affiliate marketing revolutie van Jacob Meijert. Goeie vent is dat. Hij leert mensen hoe je het beste kunt starten met affiliate marketing en hoe je daar succesvol in kunt worden. Als eerste hebben we natuurlijk een link daarvoor nodig. Die plakken we zo meteen in de banner. Ik ga ervan uit dat je al een plaatje hebt of een banner wat je graag wilt gebruiken. De banner komt zo meteen hier te staan. Als eerste klik ik altijd op nieuw bericht. En ik zet hem altijd op tekst editen. Zo kan ik altijd heel makkelijk mooie banners maken. Of zie ik precies wat er in de code staat of er geen rommel in staat of iets. En kan ik controleren of die het doet. Ik zeg media invoegen. Bestand uploaden. Even kijken, dit is het niet. Mijn excuses, dit is ook niet desktop. En dan staat hier de banner, heb ik vast klaargezet. Het is belangrijk dat je je afbeelding even een titel meegeeft. Ik doe het in dit geval, geef ik hem affiliate. Nou. Affiliate marketing banner, nou, prima toch? En dan staat er links uitlijnen en dan kun je gecentreerd, rechts of helemaal niet. In dit geval doe ik hem gecentreerd. Dan zeg ik link naar aangepaste URL. Dat is de URL, de affiliate link, die ik daarin plaats. Ja. Dan klik ik daarop en volledige grootte zeg ik oké. Wil je nu zometeen als iemand op de banner klikt dat hij van de website afgaat, maar dat hij nog wel deze website behoudt, dus een blank link. Dus ik klik erop, deze website blijft staan, maar ik ga wel naar een andere website. Wil je dat? Dan dien je target blank toe te voegen. En dat is, doe je zo, target is, kommaatje, underscore, blank. Dat klopt ook. En dan doe je weer aanhalingstekens. Nu kopieer je deze code. Dan ga je naar widgets. In mijn geval. Je kunt hem ook gewoon ergens anders. In een primary sidebar. Of in je bericht plaatsen op deze manier. Dat is ook gewoon heel goed mogelijk. En dan gaan we naar bottom. Verdien geld met affiliate marketing. En dan klikken we op opslaan. En als het goed is zie je nu de banner hier. En als je erop klikt. Wordt hij opnieuw een pagina geopend en dat betekent de blank tag. Even kijken hier. En als je dat niet wilt, dus direct haal je die weg. In ieder geval bedankt voor het kijken van deze video. Ik hoop dat het wat duidelijker is geworden hoe je een banner moet plaatsen op het internet, op je WordPress website of een afbeelding, hoe je het ook maar wilt noemen. Like even deze video en abonneer op mijn kanaal. En wil je meer over geld verdienen op internet, ga dan even naar slim-inkomen.nl. Hoi!